Welkom bij SKW's Beker TV. Veel plezier. Dortje zijn bal is zoek. In een bak keesjes. Gelijkspel tegen Varsenaren. Wie is het? En de penalty shootout. Voor wie het vorige week niet gemerkt heeft, tonen we het nog één keer opnieuw. Het laatste schot van de match tegen Helkijn. De complete spelerskern, bestuur en een handvol supporters van Helkijn zijn met een aangepast team met speurhonden nog steeds op zoek naar de verloren gevlogen bal. Michiel mag zich aan een serieuze rekening verwachten, wordt ongetwijfeld vervolgd. En dan nu de cake van de week. Om de boel wat op te vrolijken heeft ons Ine keesjes gebakken. Uiteraard enkel als we Varsenaren konden opeten, anders had Varsenaren de keesjes op. Ze bakte die keesjes helemaal alleen. Het waren nog lekkere ook. KSCW speelde deze week weer gelijk. Nu tegen Varsenaren. Wie wordt de volgende? In een best wel aangename partij kwam KSCW op voorsprong na een goal van Angelito Bultink. Vlak voor de rust kon Stijn Willems gelijkstaan voor Varsenaren. Lieve Knudde schoot een strafschop in de tweede ring van ons stadion. In de tweede helft creëerden we nog een tal van kansen, de bal wou er echter niet meer in. Hier zijn de beelden. Ondertussen 1-1.
Het is moment, hè, vriendjes? Ja. Kom aan. Nu. We beëindigen deze wedstrijd met een 1-1. Ook deze week hebben wij enkele interviews. Voor KSCW is het Vladan de Vic. Want we zijn niet veel weggegeven. De slechte passen die heeft ons veel gekost. Moesten we misschien een beetje scherpte voor de doel. Om het tweede doelpunt te maken, een penalty die we hebben gemist. Dat speelt alles een rol, dat je op het einde gelijk speelt en je kan niet tevreden zijn. Dus ontgoocheld, want de laatste vier matchen niet veel punten uitgepakt als ploeg. Voor Varsenaren hebben we keeper Tim de Bakker. Aan de ene kant wel geluk gehad dat we 1-1 hebben kunnen houden. Aan de andere kant nog een paar mooie kansjes gehad, waardoor dat we ook wel misschien met 3 puntjes hadden kunnen gaan lopen. Maar al bij al denk ik ja, dat we tevreden mogen zijn met dat puntje. Allee, tegen de derde hebben wij ook een zeer jonge ploeg. En ja, als je ziet van waar we komen van de voorbije wedstrijden, denk ik dat we tevreden mogen zijn. Tegen de rechtstreeks concurrenten puntjes pakken. Af en toe dan eens tegen een eerste ploeg voorhand klassement een puntje of misschien binnenkort ook nog eens 3 puntjes mee pakken. En dan hopen dat we erin blijven. Hè. Dan overlopen we nu de uitslagen van speeldag nummer 26. Daarnet zag u het al, Wielsbeke, Varsenaren 1-1. Wingene, Helkijn 5-1. Dixmuiden op de fles tegen Wervik 0-4. Oost-Nieuwkerken verloor van Club Roeselare met 1-3. Gullegem won opnieuw, deze keer van Oost-Duinkerken 3-1. De Ruiter tegen Rumbeke 0-2. Damme won van Zwevegem met 2-1 en VG Oostende verloor bij Boezingen met 2-0. Gullegem staat door het puntenverlies van Wielsbeke en Oostende nu nog steviger aan de leiding. Damme springt naar de vierde plek en onderaan ziet het er benard uit voor Varsenaren, onze tegenstander van vandaag, en Dixmuiden. En dan is het nu tijd voor Wie is het? Hij liet even op zich wachten, maar nu is Wouter Doop toch geraden. We gaan nu uiteraard verder met een nieuwe foto. Denkt u te weten wie dat is? Stuur u naar ons oude getrouwe mailadres webteamksw@telenet.be. Dan gaan we nu verder met de pot. De pot! Oh, potver, ten we wel eens? Nee, niet die pot, maar wel de pot. De pot! De winnaar is... Wim Seynaven. Proficiat, u wint vandaag onze officiële clubsleutelhanger die u mag komen afhalen komende thuismatch tegen VG. Uiteraard opnieuw met de nodige tamtam. Kort gezegd, een viertje. Een viertje! Vandaag vieren we onze langstlopende rubriek. De balbox werd door jullie medewerking opgedoekt en onder de loep leefde een tweetal dagen en werd door hogerhand teruggefloten. Blijft over onze penalty shootout. We starten deze week met de kwartfinales met een doel de gevreesde Matthias Heijrik. De eerste twee Saint-Louis. Saint-Louis. In de boxring zijn Gino de Brabanderen en Siem Lapau. Wie de kwartfinales bereikt, ziet u binnen luttele seconden. Kill my pain, you're-
rijp tot laatste week, hè. Oh, oh, oh. Er zijn er hier nog twee die iets moeten vertellen. Boodschap van Algemeen Nut. Wij van KSW TV gaan de boel een keer ondersteboven zetten. Voor de match tegen VG Oostende. Die tribune hier gaan wij ombouwen tot sfeertribune. Wij zorgen voor trommels en dikke ambiance. Haal al uw heel witte spullen uit de kast. Sjaals, truitjes, mutsjes, de schoenen van uw bomma. Wij kunnen het allemaal gebruiken. En al wie in het heel wit aan de inkom verschijnt, krijgt een gratis consumatie. Niet vergeten op 7 april tegen VG Oostende. Zeker komen!